Today, we return once again to the plagues of Egypt. Vandaag keren we weer terug in deze sessie naar de plagen van Egypte. And in particular, especially since a year ago, we spoke of the crescendo of the plagues and the messages that they were intended to convey, I'd like to take that as our starting point. Vorig jaar hebben we gesproken over de crescendo, de toeloop, waar het uiteindelijk op uitloopt met de plagen. En vanaf dat punt wil ik ook dit jaar weer verder gaan en beginnen. That is, to summarize this very, very briefly, that is what we discussed a year ago, let's consider just what the lessons of the plagues are supposed to be. Om hetgeen wat vorig jaar besproken is gauw samen te vatten, gaan we nu kijken wat hun betekenis was van de plagen. So, the first lesson, the general lesson that is stated by way of introduction of all of the plagues, is what we see in Exodus chapter 7, verse 5. And the Egyptians shall know that I am God. De belangrijkste les van de 10 plagen zien we in Exodus 7, vers 5. Waar staat dat de Egyptenaren zullen weten dat de Heer God is. Of course, that applies to all the plagues and is indeed a general introduction to them all. Dit slaat op alle plagen en is een algemene introductie voor alle 10. Later on in the chapter, in verse 17, we read the introduction to the plague of blood, the first of the plagues. En dan zien we in vers 17 de introductie van de eerste plaag, de plaag van het bloed. And here, more specifically, based upon the general introduction, the message is, so says God, in this you will know that I am God. En in opvolging van de algemene introductie staat in vers 17, zo zegt de Heere, hieraan zult u weten dat ik de Heere ben. So of course then, in these two lessons, we pretty much get the tone of what the lessons of the plagues are going to be. Deze twee versen zijn de toonzetting van wat het verdere zal zijn van deze plagen. And of course it's important for us always to bear in mind that when we read these lessons, this is not like, if we could express this as a comparison, some egotistical human being who wants to get recognition. En als we deze lessen tot ons nemen, moeten we goed onthouden dat het hier niet om een persoon gaat die dit zegt om de aandacht op zich te vestigen. Rather, God conveys these lessons to us because knowing God is knowing all that is right and true and good and just in the world. It isn't for God, it's for us. Dit zijn is niet die persoon, maar het is God zichzelf die ons deze lessen brengt en uit hem stroomt goedheid en gerechtigheid voort. And the lessons continue. It is in Exodus chapter 8, the message that emerges from the plague of frogs and its being withdrawn is, so you may know that there is none like God our Lord. En we gaan verder in deze sessie met de plaag van de kikkers in hoofdstuk 8. And furthermore, when we get to the lead up to the fourth of the plagues, there is a message that
God is bringing the fourth plague of noxious creatures, wild beasts, and it will take place in the land of Egypt and not in the land of Goshen, where the people of Israel dwell, so that you may know that I am God in the midst of the earth, an emphasis on God being present and involved in what takes place on earth. En in de opeenvolging van de plagen zien we dat de vierde plaag van de dieren die knagen, dat dat niet plaatsvindt in het land Goshen waar het volk Israël is. Opdat gij zult weten dat ik de Heer God ben. And then moving on to Exodus chapter 9, we're doing this pretty swiftly without going into too much detail, but the introduction to the seventh plague, the plague of hell, is that you may know that there is none like me in all the earth. En dan zien we de zevende plaag, dat God daar weer zegt, omdat iedereen zal weten dat er niemand zoals mij is op deze aarde. En in the aftermath of the plague, when the plague is withdrawn, that you may know that the earth is God's. En dan staat er aan het einde, als de plaag voorbij is, dat gij zult weten dat de aarde van God is. We get a kind of a general statement, once again, at the beginning of Exodus chapter 10. And here it is a message not only to Egypt, perhaps in particular, it is to Israel. En dan in hoofdstuk 10 is daar opnieuw een boodschap van de Heer, maar dit keer niet zozeer aan Egypte gericht, maar specifiek tot Israël. In chapter 10, verse 2, that you may tell in the ears of your son and your son's son what I have wrought upon Egypt and the signs that I have done among them, that you may know that I am God. Daar staat er in 10 vers 2, en zodat u ten aanhoren van uw kinderen en uw kleinkinderen kunt vertellen wat ik in Egypte heb aangericht, en wat mijn tekenen waren die ik onder hen verricht heb, dan zult u weten dat ik de Heere ben. Now don't worry, we're almost done. We have one more lesson that we need to consider. Maak je geen zorgen, we zijn bijna klaar, maar er is nog één les die ik onder de aandacht wil brengen. And that lesson is what we read in chapter 11. En deze les vinden wij in hoofdstuk 11. This is the message that emerges from the final and most severe of the plagues. The plague of the smiting of the firstborn. En deze boodschap en les komt voort uit de meest ernstige plaag, uit de tiende plaag waarin de oudste zonen overlijden. And at first glance, this lesson seems almost like an anticlimax. Op het eerste gezicht lijkt deze les op een anticlimax. We were all about God all along. We hebben tot nu toe over God gehoord. That is, learning that there is none like God, that God is in the midst of the earth, that there is none like God in all the earth, that the earth is God's. A lot of messages about God. Dus die boodschappen waren dat er niemand is zoals God, dat de aarde van God is, en dat er op de aarde niemand als God is, waren allemaal boodschappen gericht op God. And here in Exodus chapter 11, verse 7, after warning Pharaoh and the Egyptians of the smiting of the firstborn, we read against any of the children. Please. Dan lezen wij in hoofdstuk 11, vers 7.
against any of the children of Israel shall not a dog sharpen its tongue or growl against man or beast. What's the point of this? That you may know how God has put a difference, made a separation between the Egyptians and Israel. Daar staat in vers 7, maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. De betekenis hiervan is dat God een duidelijk onderscheid heeft gemaakt tussen het volk Israël en Egypte. Again, at first glance, this seems maybe not just like an anticlimax. It seems like one even wonders, what's the point of the message here? Some kind of chauvinism, some preference of Israel over Egypt. What's the message here altogether? What's the lesson that's to be learned? Op het eerste gezicht lijkt het niet zozeer op een anticlimax. En de vraag die wij ons stellen is, welke les kunnen wij hieruit leren, trekken? Wat wordt hier nu mee bedoeld? Of course, in appreciating why this question should bother us, we read these words in the Torah, God's word, year after year. It's already over 3,000 years since the plagues of Egypt took place. And they're still supposed to be teaching us something. So we should try to understand what it is that we're supposed to be learning. En de vraag is natuurlijk, wat betekent dit voor ons? En daar proberen we achter te komen door jaar na jaar, inmiddels al 3000 jaar, te lezen uit de Tanach, uit de Bijbel. En ook vanavond is er ongetwijfeld iets wat we kunnen leren. I'd like to try to resolve this problem with the help of chapter 12. Ik wil een oplossing proberen te vinden en daarvoor gebruik ik hoofdstuk 12. Specifically what happens at the beginning of Exodus chapter 12. Met name wat in het begin van hoofdstuk 12 plaatsvindt. What we read specifically at the beginning of chapter 12 is a commandment. Wat wij aan het begin van hoofdstuk 12 vinden is een specifiek gebod. Not just any commandment, it is in fact the first time God, in addressing Israel through Moses and Aaron, gives the nation a commandment. Dit is niet zomaar een gebod, maar het is de eerste keer dat God door Moses en Aaron tot zijn volk komt door middel van een gebod. You know, in our reading the Torah, the five books of Moses, we read a lot of commandments. In our tradition, there are 613 commandments that are presented in the five books of Moses. In het lezen van de Torah, de vijf boeken van Mozes, komen wij heel veel geboden tegen. En in onze traditie is het zo dat er 613 geboden zijn. In the entire book of Genesis, there aren't very many commandments at all. In het boek Genesis zijn er daarentegen geen geboden. There is the command that is addressed to Adam and Eve to be fruitful and multiply. That's commandment number one. There is the commandment to Abraham to circumcise. And we also read about the commandment to Israel to not eat the sciatic nerve of the thigh vein because of the fight between Jacob and the angel. But that's it. Those are the only commandments that we read in the book of Genesis. In het boek Genesis vinden we eigenlijk slechts drie geboden. Het eerste is aan Adam en Eva om vruchtbaar te zijn. De tweede aan Abraham om zijn zoon te besnijden. En het derde is om een bepaalde zenuw niet te eten naar aanleiding van een gevecht tussen de twee broers.
So of course that means that at this point we have just another 610 to go. Dat betekent dat we nu nog maar 610 te gaan hebben. And this is the very first commandment given by God to Israel as an emergent nation. En het allereerste gebod van die 613 vinden we hier in hoofdstuk 12 gegeven aan het volk door de Heere God. At first glance, it isn't even obvious what it's commanding. The verse states, chapter 12, verse 2, this month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Op het eerste gezicht is het niet zo duidelijk wat er precies geboden wordt. In hoofdstuk 12, vers 2. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. But as you may well be aware, it is our ancient tradition that this commandment is indeed a very significant one for the nation. Maar zoals jullie misschien al wel opgemerkt hebben, is dit gebod een hele belangrijke in onze traditie gericht tot het volk Israël. You can't declare a month to be the beginning of months. You can't declare a month to be anything if you don't take charge of determining your calendar, when the months begin, and based upon what they begin. Je kunt niet zomaar spreken van het begin van een maand als je niet gespecificeerd hebt wat een maand is, wanneer die begint, hoe de kalender eruit ziet. So besides establishing that the month of the Exodus is reckoned as the first month of the year, this commandment imposes upon Israel responsibility for declaring the beginning of the month, for what we call sanctifying the beginning of the month. Dus behalve het vastleggen van het begin van een jaar, is het ook belangrijk dat het volk Israël verantwoordelijk wordt gesteld om het begin van de maanden vast te leggen, ook al uitgelegd als het heiligen van het begin van de maand. Now, why we call it sanctifying the month is something that I do hope to clarify in another few minutes. De reden waarom wij dit het heiligen van de maand noemen, hoop ik in de komende paar minuten wat uit te leggen. At this point, in trying to understand what altogether the significance of this commandment is, and in particular, why it is the first one here, I'd like to consider together with you three different levels of answering this question. Om een uitleg te geven waarom dit hier in Exodus het begin van de maand is, wil ik drie niveaus gebruiken om dit uit te leggen. The first one is, I think, the most self-evident, with a commandment that, in effect, is dictating that we should make sure the exodus from Egypt is something that isn't forgotten, that will be infused into the very fiber of our reckoning time. We'll never forget about the Exodus. We'll always remember the Exodus from Egypt determines the first month of the year. Wat wij nooit mogen vergeten, en dat is niveau 1, is de uittocht uit Egypte. Het moet geïntegreerd zijn in ons tijdsbesef, in de tijdstructuur. This emphasis is something that is indeed part of the very fabric of the nation that God is establishing
as expressed in Isaiah chapter 43. En ook dit herdenken aan Egypte is ook wat als het ware geïntegreerd wordt in het volk Israël. En dat zien we in Jesaja 43. In verse 21, the people that I formed for myself, that they may tell of my praise. Daar staat in Jesaja 43 vers 21, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Now mind you, it's not only that people that are supposed to tell God's praises, because indeed, in the previous verse we read, even the animals of the field shall be doing it. Het is niet zo dat alleen het volk over de lof van de Heer zal vertellen, maar in het voorgaande vers doen de dieren het ook. In verse 20, the beasts of the field shall honor me, the jackals, the ostriches, but it's because I give waters in the wilderness and rivers in the desert to drink, to give drink to my people, my elect. Daar staat in vers 20, de dieren van het veld zullen mij eren, jakhalzen en struisvogels, want ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om mijn volk, mijn uitverkorenen, te drinken te geven. So God's feet were supposed to set the ball rolling, as it were. They're supposed to be telling of God's praises and ultimately precipitating the entire world telling of God's praises. Wij zien hier dus dat eerst de dieren vertellen van Gods eer en dat uiteindelijk het erom gaat dat de hele wereld dat doet. And of course, again, it's important for us to stress that this isn't because God needs to hear our singing his praises. It's because we need to be telling of the praises of God. We need to be uplifted and exalted by bringing God into our lives and into our world. Het is goed om nogmaals te benadrukken dat niet de Heere God dit in principe nodig is, onze lofprijzing en aanbidding, maar dat wij het juist nodig zijn om God te aanbidden en een plek te geven in ons leven. So of course then, the commandment that this month shall be unto you the beginning of months, it shall be the first month of the year to you, as means to ensuring that the Exodus will never be forgotten, that world consciousness will always remember it, is part of fulfilling that mission. Dus het niet vergeten van de uittocht uit Egypte, het verbonden laten zijn in ons leven, dat is een deel van de missie die we hebben aan het begin van deze nieuwe maand. And of course, having come to that realization, this is the first of the three levels that I'd like to discuss. But having come to that realization, we are of course in a better position to understand again that message that emerged in chapter 11, verse 7. En nu we het eerste niveau begrepen hebben, wil ik gaan naar de boodschap die voortkomt uit hoofdstuk 11, vers 7. Remember again, all the lessons were about God, knowing about God. And the last lesson in Exodus chapter 11, verse 7, was to know that God puts a difference between Egypt and Israel. Alle lessen waren over God en het kennen van God. Maar dan zien we in Exodus 11, vers 7, zo zult u weten dat de Heer onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Well, the goal, of course, as we see here, is certainly not to the detriment of Egypt, but to ensure that the message Israel is charged with communicating to the world will be heard. People will pay attention. Dit is niet om minderwaardig over Egypte te doen, maar het is er juist op gericht dat de boodschap en de uitdaging van God aan het volk Israël, hun taak in deze wereld, gehoord zal worden.
So knowing about Israel's message is really not for the sake of Israel. It is simply a continuation of the mission to know about God. Israel is supposed to teach that message to the world. Israël is door God toegerust om deze boodschap aan de wereld te onderwijzen over God. So again, on one level, we could say we've answered the question about Exodus chapter 11, verse 7, with our first level of understanding this first commandment given to the nation. But inevitably, we're not finished yet. Let's move on to lesson number 2, the second level of our understanding here. We zouden kunnen zeggen dat de uitleg van 11 vers 7b gebaseerd is op niveau 1, maar we zijn er nog niet. Laten we nu doorgaan naar niveau 2. It is, of course, significant to note that this opening commandment has to do with time, has to do with making time something special. Het is belangrijk om te zien dat dit openingsgebod te maken heeft met tijd en ook om tijd vrij te maken ergens voor. It is instructive to recall where first place in the Bible holiness, making something holy, is mentioned. Dit gebod is hier geconstrueerd om iets heilig te maken. Een heiligingsproces wordt hier genoemd. Of course, that place is the beginning of Genesis chapter 2, and the subject is again time. It is the sanctification of the Sabbath. En dit brengt ons naar Genesis 2, waar het over tijd gaat, over de Shabbat. And here we read in Genesis chapter 2, verse 2, that God ceased in Hebrew, Vayishbrot, is from the same root as the Sabbath, as we noted some time ago as well, on the seventh day. Daar zien we in Genesis 2, vers 2, dat God rustte op de zevende dag. En in het Hebreeuws heeft rusten dezelfde grammaticale wortel als Shabbat. And in verse 3, and God blessed the seventh day and hallowed it, sanctified it, made it holy. En dan in vers 3, en God zegende de zevende dag en heiligde die. Hij maakte het heilig, want daarop rustte hij van al zijn werk. This is the first place in the Bible that we are introduced to holiness. God sanctifying the Sabbath. Dit is de eerste plek in de Bijbel waar wij geïntroduceerd worden aan heiliging. God die de Sabbatdag heiligt. What is the second place that we explicitly encounter holiness in the Bible? En wat is dan de tweede plek waar wij specifiek heiliging of iets heiligs tegenkomen in de Bijbel? This is in Exodus chapter 3 at the burning bush. Dat is in Exodus 3 bij de brandende braamstruik. It hasn't to do with sanctification of time here, but rather sanctification of space. Hier gaat het niet zozeer om het heiligen van een tijd of een periode, maar om de heiliging van een ruimte, van een gebied. When we read Moses turning toward the burning bush, God saw that he had turned aside to see, and God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here I am. Verse 4. Daar staat in Exodus 3 vers 4, toen de Heer zag dat hij ging kijken, dat is Moses, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Moses, Moses, hij zei, Zie, hier ben ik. And in verse 5, and he said, God said, Draw not near, put the shoes off of your feet,
for the place where you stand is holy ground. Dan staat er in vers 5, en hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. So again we read about holiness in the Bible, this for the second time. En hier lezen we voor de tweede keer in de Bijbel over heiligheid. And of course what both of these instances have in common is who is creating the holiness. En wat beide dingen gemeenschappelijk hebben, is natuurlijk de vraag, wie creëert deze heiligheid? God sanctified the Sabbath. God sanctified the ground where the burning bush stood. God heeft de Sabbat geheiligd. En God heiligde ook de grond van de brandende struik. So, the holiness, of course, is coming from God. Dus de heiligheid komt van God natuurlijk. But that's not the whole story for holiness in the Bible. Maar dit is niet het hele verhaal over heiligheid in de Bijbel. In Exodus chapter 13, we read explicitly. We lezen namelijk duidelijk in Exodus 13. The beginning of the chapter, God spoke to Moses saying, sanctify unto me all the firstborn. You, Israel, you sanctify. Daar staat in Exodus 13, vers 1, toen sprak de Heer tot Mozes, heilig voor mij alle eerstgeborenen. Israël moet dat doen, dat heiligen. Just to point out, grammatically, the Hebrew, kadesh, is from the same root of holiness that we saw with respect to the Sabbath, with respect to the ground of the burning bush. But here, it is a verb, and it is the imperative. It is God's command for man to sanctify. En het Hebreeuwse woord voor heilig, kadesh, heeft dezelfde wortel als de heiliging van de brandende braamstruik en het heiligen van de Shabbat. Alleen hier is het een werkwoordvorm in de gebiedswijze. Het moet gebeuren, deze heiliging. Now, of course, to that extent, we can already appreciate our level number 2 with respect to the commandment, this month shall be unto you the beginning of months, the first month of the year for you. Dus nu hebben we ook het tweede niveau, wat uitlegt van het vers dat het begin van de maand ook het begin van het nieuwe jaar voor jullie zal zijn. Because of course there's an emphasis here. This month shall be unto you the beginning of months. The first month of the year to you. This is something you need to do. You need to take the initiative. En we zien dat de Heer God heel specifiek tot het volk Israël spreekt. Dit is een nieuwe maand voor u. God creates holiness at the outset. The holiness of the Sabbath, the holiness of the ground. But then comes the charge. You create the holiness now. You, in doing God's bidding, in following God's charge, you make the holiness. Allereerst komt de heiliging van God tot de mens gericht in de braamstruik, in de Shabbat. Maar nu komt de opdracht van God van ons naar God toe om heilig te zijn en heilig te leven. But there's an additional dimension that we should appreciate with respect to this holiness. Er is nog een andere invalshoek die we mogen bezien voor deze heiliging. It is vividly expressed in Leviticus chapter 23. Dit wordt bijbels uitgelegd in Leviticus 23. In Leviticus chapter 23, God gives us the full cycle
of all of the biblical holidays that are established in the Torah, in the five books of Moses. In Leviticus 23 zien we de complete cyclus van alle feesten des Heren die God aan ons toereikt in de Torah, de vijf boeken van Mozes. What's significant in Leviticus chapter 23 is we not only read the full cycle of the holidays of the year together for the first time in the Torah, but we read about them together with our being told again about the Sabbath. Niet alleen lezen wij hier voor de eerste keer van de hele cyclus van de feesten des Heren, maar het wordt samen omschreven met de roep om de Shabbat te heiligen. Now, pay attention to this contrast. It is subtle, but I think it's crucial. Let goed op dit verschil, op het contrast, want ik denk dat het heel belangrijk is. In Leviticus chapter 23, verse 2, speak unto the children of Israel and say to them, the appointed seasons of God, that is the holy days, which you shall proclaim to be holy convocations. You proclaim them to be holy convocations. You make them holy. Daar staat in Leviticus 23, vers 2, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen de feestdagen van de Heer die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. And again, in verse 4, these are the appointed seasons of God, even holy convocations, which you shall proclaim. You are supposed to be proclaiming them as holy. En dan vers 4, dit zijn de feestdagen van de Heere, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. And in case you didn't get the message, in verse 37, once again, this time in closing, after reading the detailed description of the holy days, these are the appointed seasons of God, which you shall proclaim to be holy convocations. En voor het geval het nog niet duidelijk was, in vers 37, dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Now, we also read about another holy convocation in verse 3. In vers 3 lezen wij over nog een heiligingsgebod. 6 days you shall work, but on the seventh is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. Daar staat in vers 3, 6 dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. What's missing? Wat ontbreekt hier? Well, it's pretty glaring here. Nothing about your proclaiming it to be a holy convocation. Het is duidelijk dat het hier gaat dus om nog een moment van heiliging. You know why there's nothing here about proclaiming the Sabbath to be a holy convocation? Weet je waarom hier niks staat om de Sabbat te proclameren als een heilige samenkomst? Well, there's the answer at the end of the verse. It is a Sabbath unto God in all your dwellings. Het antwoord is in het slot van vers 3. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. God already proclaimed the holiness of the Sabbath. God heeft de heiligheid van de Shabbat al uitgeroepen. God proclaimed the holiness of the Sabbath back in Genesis chapter 2. In Genesis 2 heeft God de heiligheid van de Shabbat al vastgelegd. There is nothing further that you need to do to connect with the holiness of the Sabbath other than passively accepting it. Er is geen andere manier dan om de heiligheid van de Sabbat te heiligen deze dag dan dat het accepteren. Sabbath is very easily defined. You just count from the first day of the week until you get to 7, and that's the Sabbath, and that's that.
Shabbat is heel makkelijk om te definiëren. Je telt van de eerste tot de zevende dag van de week en de zevende dag is Shabbat. But the holidays are different. Maar met de feestdagen is het weer anders. Again, we need to figure out when the month begins, which month it is, and which day of the month it is. Daarvoor moeten wij uitvinden welke maand het is, wat het begin van de maand is, en welke dag daarmee samenvalt. This is not a simple process. En dat is geen gemakkelijk proces. This is precisely in our ancient tradition the subject of the command to sanctify the months. The subject of that commandment, again, that we read back in Exodus chapter 12, this month shall be unto you the beginning of months, the first month of the year. And dat vastleggen van de feestdagen valt weer samen met het eerste gebod van het begin van de maand, dat we die zullen heiligen, het heiligen van de maand. You need to reckon the months from its starting point, from the beginning of this month, and you need
Reagan altogether when months begin. This is your charge. We zijn dus als mensen verantwoordelijk om te zien wanneer de maand begint en ook dan weer eindigt. So consider then the message here. The first infusion of holiness into our world was what God did in sanctifying the Sabbath and making it holy. Dus de eerste stap waarin God met heiligheid in deze wereld kwam, was door het heiligen van de Shabbat. The first command to Israel is again sanctifying time, infusing holiness in the world, but this time man is charged with bringing that holiness into the world. Not just to sit back and let God do it. Man needs to be active. De tweede stap is dus niet meer dat alleen God de heiligheid in de wereld brengt, maar dat hij ook de mensen, het volk, opdraagt om deze heiligheid in de wereld uit te dragen. De mens moet actief worden. This is something, of course, that we have discussed many times. That God's charge to man is to be active. God demands of us to take the driver's seat. We hebben het al meerdere malen besproken dat God van ons verwacht dat we actief zijn, dat we in de bestuurdersstoel zitten. This obviously is not because God couldn't do it all on his own. It's because God, in his bestowing upon us his kindness, his light, has made us, so to speak, into his junior partners. En dat is niet omdat God ons zozeer nodig heeft, maar door zijn licht, liefde en betrokkenheid om ons te betrekken in zijn plan. And this then, again, is our second level, lesson number two, with respect to this commandment. En dat is dan ook niveau 2 gerelateerd aan het eerste gebod. And I think once again we can appreciate on a deeper level why the final lesson of the plagues is about this unique endowment, because through giving this command to Israel, God is imparting a charge to humanity to proactively make the world holy. En hiermee kunnen wij weer een stap dieper, dat God de mensheid de taak oplegt om de wereld heilig te maken. And then of course we move on to level number 3. En hierdoor gaan wij nu door naar niveau 3. I realize our time is limited, but there's an additional dimension that I feel compelled to stress with respect to this commandment. Ik weet dat de tijd gelimiteerd is, maar ik voel me gedrongen om nog deze extra dimensie uit te leggen. Which month altogether is that month that we are to regard as the beginning of the months of the year? En welke maand moeten wij dan uiteindelijk zien als de maand van het, aan het begin van het jaar? Well, of course, we recognize very well the command is given in the month of the Exodus. It is the month of the Exodus that signifies that beginning of reckoning months. We zien in dit gedeelte dat deze eerste maand de maand van de uittocht is, om de aandacht en de belangrijkheid van de uittocht te zien. We should note that this month actually has a name that is recorded already, first time, in Exodus chapter 13, what we saw a couple of pages ago. En we zien al dat de naam van deze maand opgeschreven staat in Exodus 13.
this day you go forth in the month of Aviv, the month of spring. Er staat in vers 4, vandaar vertrekt u in de maand Aviv, en in het Hebreeuws is Aviv lente. And similarly, in Exodus chapter 23, when God tells us again about the commandment concerning Passover, in verse 15, the feast of unleavened bread you keep at the time appointed in the month of spring. En dan zien wij parallel in Exodus 23, vers 15, het feest van de ongezuurde broden moeten we in acht nemen op de vastgestelde tijd in de maand Aviv. Now we already know the month of Aviv, based upon what we read in Exodus chapter 12, is the beginning of the year, the first of the months of the year. Gebaseerd op wat wij gelezen hebben in Exodus 13, zien we dat de maand Aviv het begin, de eerste maand van het jaar is. Strange, isn't it, that in the very next verse, in verse 16, we read about the feast of ingathering that we are told elsewhere takes place in the seventh month, and it takes place at the end of the year, when you gather in your laborers out of the field. Is het niet vreemd dat we dan meteen in het volgende vers 16 zien van het feest van de oogst over het binnenhalen van de vruchten? Strange, because since a year, of course, is a cycle, you would expect the end of the year to be at the same time of year as the beginning of the year. Als je ervan uit zou gaan dat het jaar een cyclus is, dan zou je denken dat het einde van het jaar ook dan weer het begin daarop volgt. And here we're told that there is an end of the year that is 6 months away from that time that is described as the beginning of the year. Maar hier gaat het over een periode die 6 maanden verderop is van de eerste maand van het jaar. Now you may recall, we've discussed this previously, this shouldn't come as any surprise. There are indeed in the Torah 2 different beginnings and ends of the year. Zoals eerder al eens behandeld, zijn er in de Torah 2 verschillende beginnen en einden van een jaar. Now, since again, we read here in Exodus chapter 23, verse 16, about the end of the year at the time of the Feast of Ingathering, and we know when a year ends, we don't fall off the edge, another year begins, so we know that there is a year beginning that is associated with the Feast of Ingathering. En we weten dat, zoals die staat aan het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt, dat dit einde van het ene jaar het begin van het daaropvolgende jaar is. This is, of course, as you may recall, we've discussed previously, the reason for our describing the holy day that takes place at the beginning of the month of the Feast of Ingathering, Rosh Hashanah, the beginning of the year. En dit brengt ons ertoe om te begrijpen dat Rosh Hashanah, het feest van het oogst, aan het begin van het jaar is. So then of course there's the other beginning of the year, the beginning of the year in the month of the Exodus. 6 months away, the month of Passover. En dan is er het andere begin van het jaar, in de maand Aviv, de maand van de uittocht. What's the relationship between these 2 seemingly conflicting years' beginnings? Wat is nu eigenlijk de verhouding of de overeenkomst tussen deze 2 verschillende beginnen van een jaar? Recall that in Exodus chapter 12 we read not merely of a beginning of the year,
a beginning of the reckoning of months, the first month of the year. Let erop dat we in Exodus 12 niet hebben gesproken over het begin van het jaar, maar er staat deze maand zal voor het begin van maanden zijn. The months, of course, are reckoned necessarily through the moon. The moon is what gives us months by its period of rotation. Het is de maan die ons de maanden schenkt door zijn rotatie in het heelal. Whereas in speaking of the year ending and beginning in the month of the Feast of Ingathering, of course the Feast of Ingathering has to do with the agricultural cycle of the year. That isn't determined by the moon, that's determined by the sun, of course. En we zien dan dat de maand van het inbrengen van de oogst gerelateerd is aan landbouw. En natuurlijk wordt landbouw en oogst bepaald door de zon en niet door de maan. So there is a new year that pertains to the cycle of the sun that is introduced in the Torah here in Exodus chapter 23 as the end of the year. Just we realize that the end of the year necessarily means there's also another year beginning. That's one new year. We zien hier dus dat het ene nieuwe jaar daar begint met het oogstfeest als de oogst ingebracht wordt. And then there's another new year that takes place in the month of Passover that's described as the new year of months and that is based upon the moon. Maar we zien ook dat er met Pesach het begin is van een nieuw jaar, maar dit nieuw jaar is gebaseerd op de maan. With respect to the new year that pertains to the sun, that is described again specifically in terms of a year ending rather than the new year beginning. It's instructive for us to consider what the sun symbolizes for us. En wat wij hier zien, dat het agrarische jaar min of meer eindigt geleid door de zon. Hier komt een boodschap naar ons toe. Wat betekent de zon voor ons? We've noted this previously in Ecclesiastes chapter 1, verse 9. That which has been is that which will be, and that which has been done is that which will be done, and there is nothing new under the sun. En dan lezen wij in het boek Prediker dat wat was, dat was, en wat zal zijn, dat zal zijn, maar er is niets nieuws onder de zon. The sun symbolizes for us what is static and unchanging. Voor ons symboliseert de zon symboliseert wat statisch en onveranderlijk is. The moon is always changing. Every night you look at the moon, it's in a different phase. De maan daarentegen verandert altijd. Iedere nacht is hij weer een andere vorm te zien. The moon symbolizes what is dynamic, what is always in flux. De maan symboliseert wat in beweging is, wat altijd gaande is. So there is that year beginning that's based upon the sun, and it's a time of taking stock and looking backward, and that's why that year is described in terms of a year ending rather than the year beginning. En als we dan bekijken naar het begin van het jaar gebaseerd op de zon, is het een tijd om terug te zien. En daarom is het eigenlijk een jaar einde. And isn't it striking that repeatedly, also in Exodus chapter 34 and in Deuteronomy chapter 16, over and over again, the Torah tells us that the Exodus takes place in the month of spring,
when everything is blooming, when everything is new, when everything is starting fresh. En is het niet indrukwekkend als wij dan weer lezen in Exodus 34 of Deuteronomium 16 dat Pesach de uittocht plaatsvindt in de maand van lente, van Aviv, waarin alles nieuw is en weer tot bloei komt? How symbolic then? The first commandment, the new command, the first of all commandments given to the nation, is the commandment to look at the year, to look at life from the perspective of the moon, the months of the year, the new beginning, because the new beginning is really what life needs to be all about. Het is dus heel betekenisvol hoe dit begin in de lente tot zijn recht komt ook in het gebod. Dit zal voor u de eerste van de maanden zijn. Want het begin, daar moet het hele leven op gericht zijn, op een nieuw begin. Of course, for the nation of Israel coming out of Egypt, it was a new beginning in the most direct and literal sense of the word. Uiteraard was het een nieuw begin voor het volk toen ze uit Egypte kwamen, in de volste betekenis van het woord. But it's not just a historical beginning. It's always about beginning anew. Het was alleen niet alleen een historisch begin, maar het gaat altijd over het opnieuw beginnen. And now let's combine this third level with the second level. That new beginning that God imparts to us is the ability, the wherewithal, the responsibility to innovate holiness as he guides us to make the world a more holy place. En als wij dan dit derde niveau aan het tweede verbinden, dan zien wij hoe God ons oproept om heiligheid te innoveren, uit te dragen in deze wereld. So indeed, getting back to our opening question, the whole series of lessons from the Exodus was all about God. Dus daadwerkelijk zien we, om terug te komen naar onze eerste vraag, dat heiligheid over God gaat. The last lesson is about God charging man to be godly. En dan de laatste les is dat God de mens opdraagt om heilig te zijn. God is the creator and God charges man to create holiness too. God is de schepper en hij draagt ook de mens op om heilig te zijn. And maybe an appropriate note upon which to conclude is in Deuteronomy chapter 16, verse 1. We gaan naar Deuteronomium 16, vers 1. In the month of spring, God brought you forth out of Egypt. Daar staat dat in de maand Aviv, de maand van lente, heeft de Heer uw God u in de nacht uit Egypte geleid. But you already said in the night. I didn't read those words yet, but you're right. It's by night. By night. When it's dark outside. Daar lezen we dat in de nacht, dat als het donker buiten is, heeft God het volk uitgeleid. Because it only started out dark. There was evening and only then there was morning, as we read in the story of creation. We zien in het scheppingsverhaal dat pas toen het begon te schemeren en donker werd, en daarna volgde de morgen. It's God's charge to us to make the world more light. Het is Gods opdracht aan ons om de wereld lichter te maken. And that ultimately is how we are to bring the entire world to knowing about God. En door dit te doen, laten wij de hele wereld weten wie God is en hem kennen.
God bless you. God zegene jullie.